welkom terug bij mijn YouTube kanaal. We zijn donderdag vandaag, dus dat betekent check-in day. Ik heb hem gefilmd. Ja, het is, ik ben eigenlijk niet zo heel content, omdat ik niet heel veel progressie zie. En ja, dat ik weet dat ik gewoon harder ga moeten werken. En ja, ik heb daar even moeilijk mee. Dus ja, dat was het check-in. Oké, zoals jullie weten is Maxine zijn verjaardag vandaag. En ja, helaas is hem gaan werken. Dus ik heb er niet beter op gevonden dan dat ik zijn laatste maaltijd, dat is Griekse yoghurt, dat ik een proteïne cheesecake ga maken voor zijn verjaardag. Want op je verjaardag, zeg nu zelf, moet je toch taart eten? Ja toch? Want ja, eigenlijk met mijn verjaardag mocht ik dat niet cheaten zoals ik had verteld met Van Shane. En om heel eerlijk te zijn heb ik dat echt wel gemist en vind ik het dat totaal niet waard. Dus die fout ga ik nu geen tweede keer maken en ik ga gewoon voor Maxime een proteïne cheesecake bakken. Die overigens bijna alleen maar uit proteïne bestaat en helemaal niet zoveel calorieën bevat als je effectief jezelf aan de porties houdt. En dat is de taart in acht snijden en één stukje nemen en dan zit je rond 180 calorieën. Hoewel dat ik dat toen in de tijd berekend had met 3 Oreo's in een deeg en dat ga ik vandaag niet doen. Dus ik zou het eigenlijk nog eens opnieuw moeten berekenen, dus het is eigenlijk minder dan 180 calorieën. Dus in mijn ogen kan dat geen kwaad. Hm? Toch een beetje een verjaardagsgevoel, hè? Ondanks dat hij moest werken en ondanks dat hij in prep is. Dus goed, wat hebben we allemaal nodig? Dus Griekse yoghurt, 0% vet. Deze heb ik in de Jumbo gevonden. Je hebt dat ook in de Lidl, dus dat is geen probleem. Cream cheese, ik weet eigenlijk de Nederlandse benaming daar eigenlijk niet van. Er staat er ook soft cheese. Dat is de light versie van de Lidl. Die is iets goedkoper als de traditionele Philadelphia. Maar ja, normaal gezien maakte een cheesecake wel met Philadelphia. Maar dit is de goedkopere versie en dat werkt even goed. We hebben eiwitten nodig, 92 gram. Ik gebruik deze van Cocovit, gewoon omdat het al gescheiden is. En ik vind dat handig. We hebben 2 eitjes nodig. Even mijn stootje pakken. Voilà, 2 eitjes. Wat hebben we nog nodig? Een snuifje zout. Zout staat hier. Voilà. Proteïne. En ik ga er in plaats van de Oreo's ga ik er een kaneel cheesecake van maken. Ik weet niet of dat lekker is, maar ik denk dat dat niet mis kan gaan. Qua zoetstof, stevia. Deze kun je krijgen in de Lidl, kost 80 cent voor heel die bus. Maar Maxime, die is fan van andere stevia. Oh, waar heeft hij die gezet? Hier. Deze. En die is eigenlijk speciaal voor patisserie. Hè? En dat is stevia, die heeft echt de structuur van suiker ook. En daarmee vindt hem dat beter. Hè? Maar het verschil is, deze kost 80 cent in de Lidl. En deze kost bekend 5 euro. 5 euro, lieve mensen. In de lijst. Dus... als het van mij afhing, ging ik de goedkope versie pakken. Maar omdat Maxime zijn verjaardag is, ga ik de dure versie pakken. Dan gaan we maar eens beginnen aan onze cheesecake. Dus we zetten de pot op de weegschaal. En we beginnen met 450 gram van onze Griekse yoghurt. Ik hoop dat het nog genoeg is. Anders heb ik nog een pot gekocht in de Lidl. Oeps, 475. Het was dus nog genoeg. €4,50, voilà, op de kop. Dan hebben we €4,50 van de cream cheese nodig. 1 potje is 200 gram, maar geloof mij, er zit geen 200 gram in. Zo. Als je dat eruit haalt, daar komt er niet op uit. Dus
rekent maar 3 pottekjes, dus 600 gram. Allee, niet volledig 3 doen, hè, maar dat je zeker genoeg hebt. En anders zit in de shit. Dat gaat hier al helemaal niet goed lopen. Ja, het prijsverschil moet ergens zitten, hè, weet je wel. Oké, we zetten dat hier op 0. Ça va. Stukje papier mee in de cheesecake, maar ja, schuur te maken. Zie je het? 189 gram, dat is wel 10 gram te weinig. Oftewel rekenen die gewone gewicht van dat potje erbij. Ik weet nooit wat dat ze bedoelen met dat eettekentje erop. Of dat dat nu het gewicht van het potje erbij is of niet. Voilà, pot nummer 2. Ah ja, trouwens, dat vocht van de yoghurt of zo, of van. Ja, we van hier op de cream cheese. Doet dat niet weg, hè, want ik zie. Oh, als mensen dat vocht van die yoghurt, in plaats van dat die dat er terug ondermengen, die kappen dat weg, dan doet mijn hart gewoon zeer. Hè. Dat zijn de proteïnen van in uw yoghurt. Hè. Dat is gewoon uw wee dat je wegkapt. Dus doe dat niet. Stop daarmee als je dat doet. Eet dat gewoon op. Hopla. Voilà. Dat is dan 380 gram. Er zit wel perfect 119 in de twee, dus dat is wel al goed. Het is wel in elk potje 10 gram te weinig, dus evenveel in elk potje te weinig. Nu moet ik gaan opletten dat ik niet weer heel die pot erin kwak. 440. 47. Ja, en nu gaat dat 52 zijn. Hè? 48, 49. Hoppla. 50. Perfect, op de kop. Voilà, heb ik nog een beetje over. Ik ga deze er wel af doen. Dat ik kan zien wanneer dat beschimmelt. Want 9 van de 10 kan ik dat toch niet meer gebruiken. Maar ja, weggooien zonder dat het beschimmeld is, dat is zonde, hè. Even mixen met de mixer. Mijn draad is niet zo heel lang, dus ik kan de pot wat dichter zetten. Het is een beetje een kapotte pot. Chance dat dat buitendeels was. Oké. Chance heb ik hier de persoonlijke stofzuiger die de grond proper aan het maken is nu. Top. Sorry. Dus wat gaan we nu doen? De eitjes erbij, de eiwitten erbij, een beetje zout, de vanille. Ja, die eieren moet ik nu niet wegen. Hoppla, 1. Die eiwitten, dat was 92 gram. Even schudden. Staat op de pack dat ik dat moet doen. Dus, weegschaal terug op 0 zetten, niet vergeten. 92 gram van die eiwitten. 88. Hoppla, 96. Ja, wat meer proteïne. Kan geen kwaad. Beetje zout. Voor vanille. Ik gebruik niet graag vanille-extract, omdat ik vind dat dat toch niet zoveel smaak geeft dan een cheesecake. Dus ik gebruik deze, de Tasty Drops. Ja, van Frankie's Bakery. Ik heb die ook van XXL Nutrition. Wow, dat is even goed. Huppla, een goede scheut erin. Dan de stevia. 3 eetlepels. Maar als dat wat meer is, dat maakt niet uit. Hè. Allee, ik heb wel graag een zoete cheesecake. 1, 2 en 3. Oké, moet ik er nog iets bij doen? Ja. Dus ik ging nu deze keer in plaats van mijn Oreo's gaan ik een cheesecake met kaneel maken. Dus ik ga daar een hele goede scheut kaneel in doen. Hoppla.
Oké, de mixer nu pas aanzetten als hem in mijn pot zit. Voilà. Dat is gebeurd. Omdat we dus toch de zuiverste vorm van proteïne willen gebruiken, nemen we isolaat. Isolaat is extra gefilterd en daar zijn eigenlijk de laatste grammen vet en koolhydraten die dat er nog extra in een concentraat zitten, die zijn daar uitgefilterd. Maar dat is natuurlijk een extra filteringsproces wat maakt dat die duurder zijn. Dus ja, in een richting een bodybuildingwedstrijd zijn die gewoon beter, omdat je, ja, je wilt het maximale uit je prep halen. Dus daarmee schakelen de meeste bodybuilders over op isolaat. Wat wil ik er nog van zeggen? Omdat dat extra gefilterd is en die laatste koolhydraten en vetten zijn daar uitgefilterd, eigenlijk zijn die koolhydraten en vetten wat een concentraat lekker maakt. Dus ja, een isolaat is over het algemeen iets minder lekker dan een concentraat. Dus daarmee tegen mijn gewone genpop people, dus mijn algemene populatie mensen die een beetje willen afvallen, zeg ik gewoon, neem de proteïnecomplex, dat is ten eerste goedkoper, scheelt in uw portemonnee. En ten tweede is het lekkerder. Dus win-win. Oké, weegschaal staat op 0. Er moet 35 gram in. Oké, we zitten op 30. Proteïnepoeder gaan we er voorzichtig doormengen. Dus ik heb mijn spatel terug erbij genomen. En we gaan dat er voorzichtig doormengen. Ik denk dat je dat niet mocht mixen, omdat je natuurlijk geen klonters wilt in je cheesecake. Dat zou jammer zijn. Ah, ik dacht al van fuck, dat is hier zo lopend. Maar nu met die proteïne wordt dat hier al een heel stuk dikker. Dus dat is goed. Dat is heel goed zelfs. Ik vind dat er toch nog een beetje kaneel bij mag. Op het zicht, hè. Ik heb hem niet geproefd. Ah, misschien zou dat wel leuk zijn als ik er zo'n swirl in doe. Zou je dat zien op het einde? Als ik dat in die vorm zo wat doe. Amai. Ik ga dat proberen. Shit, hè. Nu heb ik er al bij gedaan. Ik had dat beter nog niet gedaan. Zie mij hier bezig. De eerste keer dat ik nog eens kan koken in prep en ik ben weer helemaal in mijn nopjes. De laatste week heb ik het enorm moeilijk met het feit dat ik niet meer kan koken. Ook omdat dat een hobby voor mij is. Ik vind dat ontspannend. Ik vind dat leuk om lekker eten te maken voor mijn familie. En ik vind dat dan ook leuker om dat samen gezellig te kunnen opeten. En ja, dat heb ik nu dan toch al een echt al weken, dus 2 maanden niet kunnen doen. En ik moet eerlijk toegeven, ik mis dat wel. En zeker met de corona, nu dat alles zo lang gesloten was. En dat we zo lang in mijn opgesloten gezeten, en dan kies ik er met mijn stomme kop voor om te preppen. Eigenlijk is dat toch echt de slechtste timing ooit. Maar goed, ik ga de backvorm invetten. We doen dat met pamspray. Ik doe dat altijd boven de poembak, omdat ik anders dingen invet die dat ik niet wil invetten. Hopla. Dat is dan ook weer al gebeurd. En dan gaan we dat deeg erin doen. Hè. We zien dat mijn pot niet krijgt, want die was al juist een beetje aan het kraken. Ik merk precies toch een beetje klonters. Hopen dat dat zijn eigen herstelt in de oven. Toch wel heel lopend, hè? Ik hoop maar dat dat gaat binden. Maar het zal wel. Ah, zo leuk. Voilà. Nu, een cheesecake. Je wilt natuurlijk niet dat die begint te brokkelen. Dus wat doe ik ermee? Ik doe daar een zilverpapiertje rond. Thank you.
gezien dat die vorm nu niet loskomt, want dat Maya zo tafelkleed is. Dan ben ik gejot. Oké. Dus ik doe dat er rond. Waarom? Ik ga die in een grotere schaal zetten, gevuld met water. Zodat als ik die cheesecake ga bakken, dat die eigenlijk een beetje met stoom gebakken wordt. Dat voorkomt dat u een cheesecake barsten gaat krijgen. Want ja, het oog wil ook wat. Je hebt dan al die moeite gedaan, dan wil je geen cheesecake meer barsten. We gaan er dan nog wat kaneel over doen. En ik ga dan proberen die swirl te krijgen. Hè. Oké. Okay. Here we go. Dus gewoon zo. Hup, hup, hup. Oké, okay, dat is geen goed idee. Dat weet ik totaal niet. Oké. Okay. Laat ik er maar mee stoppen voordat ik het helemaal verneuk. Sava nog. Ik ga die dan in de oven zetten. Dan ga ik wel die randen nog wat met kaneel doen. De oven is nu voorverwarmd op 120 graden. Dat is op zich niet zoveel. Ga ik die 45 minuten inzetten, die een cheesecake. Dan verhoog ik de temperatuur naar 150. En dan laat ik die er nog eens 15 minuten in staan. Oké, okay, ik heb de cheesecake dus juist uit de oven gehaald. En ik heb hem er eerst even in laten afkoelen. En ik moet zeggen, hij is echt super goed gelukt. Check this. Wow, hij ziet er echt bangelijk uit. Maar ik ga hem nu dus nog even in de koelkast zetten. Zodat hem nog wat kan opstijven en lekker vries is voor als Maxime straks thuis komt. Are you ready? Yes. Voor de verjaardag. Mm. Beter dan die magere kwark. Ja, ja. Je moet hem toch testen voor de YouTube, hè? Dat sowieso. Structuur is bangelijk. Allee, kom. Testen we al die al niet. Je hebt een stukje laten vallen. Oei. Echt goed. Nu mag ik nog een beetje stevig weer. Het deeg er straks was misschien een beetje lopend, maar de structuur nu is echt top. Zeker een aanrader. Ja,